Ze deed als softbalster mee aan de Olympische Spelen in Atlanta van 1996. Maar Sonja Pannen uit Almere is inmiddels een gepassioneerd bowler. Met het Nederlands team neemt ze begin september deel aan het WK bowlen voor 50-plussers. En dat kwam voor haar als een flinke verrassing. Ik was er ook niet van uitgegaan dat ik me zou plaatsen. En ontzettend toch heel erg zenuwachtig, want ja, ik wilde het wel heel graag. En ik vond zelf dat ik het niet goed deed. Maar ik zag dat het toch wel goed genoeg was om me te plaatsen. En hoe verder we in de kwalificatie kwamen, hoe beter het ging. En ik ben uiteindelijk als tweede geëindigd. Pannen begon op jonge leeftijd met softballen. Pas een jaar of vijf geleden is ze gaan bowlen. Nou, we gingen altijd teamuitjes doen met de softbal en dan gingen we altijd naar de bowlingbaan. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht, nou, als ik stop met softbal, dan ga ik bowlen. Nou ja, 5 jaar geleden was het zover. Ze is helemaal verliefd geworden op bowlen. Ja, elke keer weer die pins om willen gooien, de drive om het elke keer beter te doen. Die 300 game, om die ooit eens te kunnen gooien. Wat is de 300 game? Is dat alleen maar strikes? Inderdaad, dat zijn 12 strikes op rij en voor mij is dat nog heel ver weg. Pannen is 6 keer in de week op de bowlingbaan te vinden om aan haar spel te werken. Voor haar is het topsport. Ik denk dat het voor een groot deel gezelschapsspel is. Ik denk dat de meeste mensen het gewoon voor hun plezier doen. En een klein groepje doet het echt als sport. Ik denk dat op het moment dat je 6 keer in de week gaat trainen, dat je het echt wel als sport mag zien. Nederland krijgt op het WK concurrentie van landen als de Verenigde Staten, dat professionele bowlers afvaardigt naar het WK. Rekenen op een medaille doet Pannen dan ook niet. Als je gewoon heel realistisch bent, ben ik gemiddeld gewoon minder dan de profs uit Amerika onder andere. Maar als ik de bovenste 24 zou halen, ga ik wel helemaal uit mijn dak. Maar je weet het nooit, het balletje is rond. Je zult je dag maar hebben en de andere niet. Alles is mogelijk.